Ole Tobias, gefeliciteerd. Een 3-1 overwinning op FC Den Bosch. Was dit een van jullie betere wedstrijden van het seizoen? Voetballen gezien misschien wel. Je creëert genoeg kansen om 3-0 te maken. Uiteindelijk onnodig laat je de tegenstander terugkomen in de wedstrijd. En op dat moment, dan kunnen ze ook de 2-2 maken eigenlijk. Wat eigenlijk heel onterecht was geweest in mijn ogen gezien de wedstrijdbeeld. En uiteindelijk maak je inderdaad de bevrijdende 3-1 en dan kan je de wedstrijd rustig uitspelen. Ja, want die 2-1 die viel een beetje uit het niets, hè? Ja, dat is wat ik zeg. We waren op dat moment ook dominant. We bepaalden het speel eigenlijk. En volgens mij moet Achiel hem ook hebben. Ja, dus dat zeg ik ook. Je moet 90 minuten lang scherp blijven. Het is zonde van een wedstrijd dat je zo de tegenstander terug laat komen eigenlijk. En dan breng je jezelf onnodig in een probleem eigenlijk. Een extra zuur moment is de minuut waarin het gebeurt. Want als Achiel 1 minuut langer zijn doel schoon had gehouden, had hij een nieuw clubrecord gehad. Oh ja, dat is extra balen voor Achiel. Nou, je moet gewoon 90 minuten lang de concentratie houden. En nogmaals, niet zozeer voor het record, maar gewoon voor de hele wedstrijd. In zo'n wedstrijd moet je op dat moment gewoon uitbreiden naar 3-0. En ik wil niet zeggen rustig kunnen uitspelen, maar in ieder geval niks weggeven. En daarom is het onnodig dat ze eigenlijk terugkomen in de wedstrijd op dat moment, omdat je alles onder controle hebt. En gelukkig maak ik dit bevrijdende 3-1, wat uiteindelijk ook wel terecht was. Neem niet weg dat jullie ook in een uitstekende flow blijven, de 5e overwinning op rij. Wat heb je net tegen die jongens gezegd? Nou, dat ze zeker van deze overwinning moeten genieten. Maar dat ze niet moeten vergeten waarom dat we zo ver zijn gekomen. En dat is gewoon hard werken. Dat begint ermee iedere wedstrijd. En ga je duels winnen, ga je de tweede ballen winnen. En dan kom je ook aan de voetballen. En dan ga je ook kansen creëren. En dat moeten we wel vol blijven houden. En niet naast onze schoenen gaan lopen. Nee, het is wel een uitstekend moment om in deze goede vorm te verkeren met de play-offs die direct na het seizoen volgen. Ja, eerst plaatsen voor de play-offs. Theoretisch kan het nog misgaan eigenlijk. Nou, wij moeten gewoon elke wedstrijd benaderen alsof het een finale is. En nogmaals, er zijn hopelijk komen er nog finales aan. Maar ja, eerst moeten we eens plaatsen en dan kunnen we verder kijken.